geforceerd. Iets met een schroevendraaier of zo. Zal ik je eerst even naar boven brengen? Daar zitten al wat mensen. Dus gewoon even voorstellen. Ja, en dan als de. Als, oh, hier. Sandwich met gerookte zalm. Toen ben ik tot admiraal geslagen. En ben ik ook trots op, dankbaar voor dat ik dat heb mogen ervaren. Dus hier staat het naast de burgemeester op de admiraal te doen. En we zijn heel verheugd dat u de moeite heeft genomen om hier naartoe te komen om straks ook een prachtig ceremonieel moment te krijgen. In de polder die daardoor ontstaan. En dat werd een mooi plassengebied. En toen heb in 1969 hebben een aantal enthousiastelingen uit het dorp Giesbeek. Die zijn de vereniging van in het land huurt tegenwoordig. In Friesland is het een vergrip begeven. Oké, ja, nee, maar nou weet ik het. Kees. Ja, maar Kees Rozema. Ja, en gieten met een spul. Hey. Ali, ik doop jou. En ik wens je een behouden vaart met al je schippers. Abraham, kom. Bij een doop voor de supporters van campagne, dames, ga je gang. En hoeveel liggen er dan hier in Giesbeek? Vult met water, maar daarom is het ook aan de missie. Proost op de mooiste tak van de watersport. Proost. Heel veel succes. Je had een speed, een boot om te pronken. Ja, ja. Ik laat de stoel erin. Uiteindelijk, maar als je de smaak te pakken hebt, kun je dat ook het beste doen. Ja. Alleen is gaan we doen. Okay. Zit het een klein beetje tegen, Saskia? Ja, het doet het niet. Maar ja, dat had je met de elektrische dingen. En nu? Ja, nu kan ik niet zelf zeilen, maar goed, het is niet anders. Volgende keer weer beter. We beginnen met geachte admiraal. Maar ja, die heeft het schip inmiddels verlaten. Maar dan roep ik allereerst maar de kapitein aan die ons net zo fantastisch heeft rondgevaren. Zelf geen boot, maar er waren toen al bij de vereniging, hier de watersportvereniging, voldoende mensen die ons wilden rondvaren. Hopelijk is op te kunnen zeilen. Het idee dat je uit je hoef... Een leven lang zorgeloos watersporten. En waar denk je dan aan? Aan optimistjes, zoals de optimisme. Dan wisselen we nu. Wisselen. Goed. Ja. Dankjewel. Heel hartelijk dank. Hartelijk dank. Gefeliciteerd. Super. Dankjewel. Hey. Of? Ja, gefeliciteerd. Dankjewel. Proost. Natuurlijk. En dat 40 jaar. Maar meneer Knoeje, wat doet zo'n dag de watersport nu? Ja. Het is fantastisch om je weer even op het water te begeven. Wind, zon erbij. Ik heb een startschot mogen geven voor de zeilwedstrijden. Maar ook aanwezig mogen zijn bij ter beschikking stellen van een zeilboot speciaal voor mensen met een beperking. Ik denk dat iedereen moet kunnen genieten van sport op het water. Iedereen moet kunnen genieten van het water. En dat gebeurt hier in Giesbeek.
En ik denk dat het een goede zaak is dat de Koninklijke Nederlandse Watersportbond ook haar verjaardag viert vandaag, 125 jaar bestaan viert. En ik ben blij daarbij aanwezig te mogen zijn. Ja, goed. Dat gaat helemaal goed. Wat doet de Watersportbond voor de watersporter? Nou, we helpen met het organiseren van de wedstrijden, hè, de reglementen. Dat zijn dan voor de wedstrijdzeilers, maar eigenlijk alle watersporters, of het nou surfers, kanoers, kitesurfers zijn, die allemaal op het water actief zijn, die proberen we te ondersteunen met hun activiteiten. En waar we voor willen zorgen is dat ze zo een leven lang zorgeloos hun watersport kunnen beoefenen. Bruggen moeten open, sluizen moeten goed werken, er moeten vaarwegen worden geopend. Er zijn heel veel betrokken partijen in dit land die iets met water te maken hebben. Waterschappen, gemeenten, overheden. En wij proberen onze waterconsument zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Dus zonder watersportbond geen watersport? Dat is wat extreem. Geen watersport zonder watersportverbond. Maar we zijn wel de olie in de machine van de verenigingen. Wij proberen de watersport te regisseren, stimuleren en faciliteren om uiteindelijk zoveel mogelijk mensen een plezierige, veilige, duurzame en succesvolle watersport te geven.